Yo, what up mensen, welkom bij een gloednieuwe video op Team FNL. Yo, what up mensen, ik wil jullie echt ontzettend nog even bedanken voor de insane support de laatste tijd. Wij klimmen hoog en super hoog. Het gaat dus helemaal goed. Maar daar zijn we natuurlijk hier niet voor, want er is weer een nieuwe update. En ja, zoals ik dat al vaak heb gedaan met het winkelkarretje en de jetpack heb ik het volgens mij over gedaan. Ik weet niet precies meer. Maar jullie vinden dat soort video's leuk en nou ja, dat doe ik het wel vaker. En vandaag komt er dus weer wat nieuws in Fortnite. Het is net de nieuwe ingekomen en zal ik hier even nieuws klikken. Kijk, inderdaad hier. The stink bomb is coming soon. Explodes into a cloud on impact and slowly damages anyone inside. Dus het is een soort van wolkgas. Gewoon echt gaswolk gewoon. Dus denk maar na als je broertje, je neefje, je oma, je tante, je moeder of wie dan ook ineens een scheet laat. Dan ga je ook helemaal dood van binnen. Want het stinkt enorm. Nou, dat is hetzelfde, maar dat is nog even wat erger. Dit ga je echt langzaam dood aan. Ik weet niet hoeveel damage het zou doen, maar het is wel echt ziek dat ze het blijven updaten. Ik vind het echt super dope dat ze dit doen. Ik denk dat je ondertussen ook wel weer een gameplaytje op de achtergrond hebt gezien. Maar jongens, ik wil jullie in ieder geval ook nog weer bedanken voor de insane support de laatste tijd. Guus, ik en Sam zijn echt super dankbaar voor jullie. Echt nogmaals, dankjewel. Maar jongens, laat even in de comments weten wat jullie ervan vinden van deze nieuwe update. Denk je dat het echt chill wordt? Of denk je dat het weer net als de gas grenade wordt? Of smoke grenade wordt? Ik denk dat het wel een grappig iets gaat worden. Dat iedereen ermee gaat kloten en gaan gooien. Dus ik denk dat het echt weer helemaal chaos gaat worden. Maar jongens, dankjewel voor het kijken naar deze update video weer. Ik check jullie in de volgende video of livestream, jongens. Leiders.